zitten en doe mee. Kijk naar Bas op de tv. Hey, hey, daar is Bas met zijn volle krantentas. Ja hoor, in die tas brengt hij ons de krant van Bas. Hey, hey, kinderkrant, alle dingen aan de kant. Hey, hey, kijk je mee naar de krant van Bas op de tv. Hallo allemaal, welkom bij de kinderkrant vanavond. Ja, ik zit hier in een boek te kijken met een merkwaardige titel. Ik weet niet of jullie die thuis kunnen brengen. Origami staat daarop. Weet jij wat het is? Ja, ik heb er wel eens van gehoord. Het is Japanse vouwkunst. Ja, dat het om vouwkunst ging, dat had ik al wel begrepen. En dat doen ze met hele, met papiertjes, maken ze van alles en nog wat. Nou, dat blijkt ook inderdaad wel, ja, dat het van alles en nog wat is. Ontzettend knap vind ik dat. Dieren bijvoorbeeld, hè? Kijk hier. Wou dat ik dat ook kon, zeg. Nou, ik heb geprobeerd met veel moeite om een paar kleine dingetjes onder de knie te krijgen. Want toevallig ben ik een slechte vouwer. Dat heb ik wel gezien. Kijk, en moet ik het van jou leren? Ja, dat was. Kijk, ik kan zelfs een kerk vouwen. Nou, dat doen we nou niet, hoor. Maar dat is een beetje moeilijk, denk ik. Van alles en nog wat. Die vogels, dat ziet er ook wel erg ingewikkeld uit. Weet je wat het is? Als je het hier zo ziet, dan lijkt het vrij ingewikkeld. Maar als je het nou iemand ziet doen, en daar mag je mee meevouwen, dan valt het eigenlijk best mee. Ja, en dan kan het een hele leuke hobby worden. Want je kunt eigenlijk alleen maar met vierkante blaadjes papier die hierin zitten, kun je hele leuke dingen maken. Nou, zullen we eens proberen? Benieuwd. Ja, ik even wegleggen. Nou heb ik hier speciaal origami papier. Leuke kleurtjes allemaal. Dat komt regelrecht uit Japan. Je kunt het wel zien, er staan een paar schitterende figuren op. Maar het staat er ook in Japanse letters op, wat het voorstelt. Ja, van alles en nog wat. Nou, dat kan ik niet, hoor. Dus ik had gehoopt dat je me dat zou leren. Nee, dat moet je niet van me verwachten. Maar we gaan eens proberen. Misschien kunnen jullie ook goed kijken. En wie weet lukt het dan om in een handomdraai zo'n heel eenvoudig dingetje te doen. Nou, we gaan eerst dit eens doen. We hebben het blaadje zo voor ons. Ja. En wie weet, als je een paar blaadjes thuis bij de hand hebt, dan kun je het gauw even meevouwen. Pakken. Hè? Meevouwen. Nou, dan gaan we eerst zo. Puntje naar elkaar. Ja. En dan nemen we de bovenste daarvan. Ja. En die doen we een beetje schuin. Zo. Nou, zo een beetje. Zo. Hè? Zo zie je hoe dat in zijn werk gaat. Zoiets. Ja? Zou je daar een klein stukje en hier een groot stuk overhouden. Ja. Dat bovenste flapje. Dus je hebt dit gehad. Dan doe je die ietsje zo. Nou, dan ga je weer van dat punt uit. En nou ga je met die andere ongeveer zo vouwen. Dus dat komt weer op datzelfde punt uit. Dat is wel ingewikkeld. Ja, nou, dat valt wel mee. Dus hier is het gelijk. Zo. Vouw je het eroverheen. Ja, precies. Dat puntje, dat begint daar. De vouw begint daar van beide vouwen op hetzelfde puntje. Op hetzelfde punt. Ja? Ja. Dus de bovenste, hè, zo. En dan de onderste zo. Nou, draai je hem even zo. En nou ga je vanuit dit puntje ga je zo vouwen. Kijk. Zo zo'n beetje. Het is wel priegelwerk, geloof ik. Het gaat wel, want nou ben je al klaar. Zo? Ja? Nou ben je al klaar, eigenlijk. Wat zie je? Ik zie nog niks. Oh nee? Als je het zo houdt. Kijk er eens naar. Oh, een zeilboot. Zeilboot. Zie je? Heel eenvoudig. Dan kun je dit onderste lipje nog een beetje omvouwen. Dan heb je een bodempje, dan kun je een beet houden. Nou, kijk. Een zeilbootje. Nou, dat is heel eenvoudig. Ja, zeker. Ja. Nou, dat is een van de allereenvoudigste dingen die je kunt maken. En het lijkt toch echt, je hebt een groot zeil, je hebt een fok. Je hebt een bootje, je hebt zelfs een soort van vlaggetje aan de mast. Dus een heel simpel dingetje. Goed, we doen er nog een. Leuk. Bootje. Nou, het verbaast me dat zelfs ik dat voor elkaar kreeg. Dus. Dat je dat onthouden hebt. Ja. Goed, nog één. Weer op zo'n mooi papiertje. We beginnen weer zo. Nou vouwen we niet schuin naar de overkant, maar gewoon zo maken we er een rechthoekje van. Het gaat dus altijd van hetzelfde formaat papier, waar je alles van maken moet bij origine. Allemaal vierkant. Ja. Nou, nu vouwen we hem zo. Dus in feite vouw je hem in vieren. Maar nu haal je dit weer los. Ik hoop dat jullie het ook een beetje kunnen volgen, hè, thuis. En dan vouw je die naar de helft. Ja. En nou, die andere kant ook naar de helft. Nou, dat kan niet moeilijk zijn, hè? Nee, dat lijkt me ook niet. Goed, en dan vouw je het weer uit. Dan maak je daar een schuin randje aan, zo.
sommen. Tot de vouw. Tot de vouw. En dat doe je aan die kant ook. Wordt het een doosje of zoiets? Nee, het wordt heel wat anders. Oh. Nou, je ziet dat, het heeft al een beetje de vorm van een huisje, hè? Oh ja. Nou, dit wordt een huisje. Dat kun je op verschillende manieren variëren. Als je dit nou loshaalt en je drukt dat uit en zo naar de andere kant, nou, dan is het helemaal een huisje. Zo, om het netjes te doen, moet je die dan ook even aan de andere kant doen. Kijk, huisje. Heel simpel. Die naar de andere kant? Ja, dat is dan beter eigenlijk, hè. Maar direct haal ik hem weer terug, hoor. Oh. Want dan heb je een boerderij. Ja, is echt leuk. Nou, haal je die nou weer terug en dan doe je hetzelfde mee, wijd uit. Dan heb je twee huizen. Dan heb je twee huisjes. Twee onder één kap. Ja, inderdaad. Dubbele villa. Zo, heb je twee huisjes. Ja, is leuk. Nou, huisje, boompje, beestje. Nou, beestjes, die heb ik nog niet onder de knie. Dat is, daar staat het boek vol van. Nou, ben ik daar, benieuwd. Maar die heb ik nog niet onder de knie. Maar ik kan je wel een paar andere laten zien. Die meneer Daasmeijer, dat is de meneer van de Belgisch-Nederlandse Origami-bond. Die heeft dat voor mij gemaakt. Nou, dat heb ik nog niet onder de knie, hoor. Maar moet je kijken wat er gebeurt. Hij kan dan vliegen ook. Hij kan vliegen. Dat is, je trekt aan zijn staart en hij vliegt. En hij zegt dat het ook niet moeilijk is. En hij heeft dat alleen maar gevouwen. Hij heeft dat gevouwen waar ik bij zat. Nou, moet je kijken. Oh. Dat is dus een lelie. Prachtig, hè? Je ziet hem, een leuke. En hij had het in een mum voor elkaar, hoor. Dat was verbazend. Dit is helemaal prachtig, moet je kijken. Dat laat zich raden dat het een kikker is. Maar iedereen die ik het laat zien, die is verbaasd over het springvermogen wat hij heeft. Ja, hij komt wel op zijn kop terecht. Dat is bij echte kikkers niet zo. Nou, dat doet het. Wat leuk, hè? Fantastisch, hè? Eens kijken, wat heb ik nog meer? Dit is ook heel vermakelijk. Kijk. Een nijptang. Je knijpt. Maar het is heel wonderlijk dat je dit naar elkaar toe beweegt en dat dan ook inderdaad naar elkaar toe gaat. Eens kijken, wat komt er nog meer uit de verrassende tas? Dat is deze. Daar zit een verrassingje aan vast. Eens kijken of ik het goed doe, hoor. Moet je opletten. Klop. Een bloem. Ja. Wat leuk, hè? Nou, op die manier kun je een hele, met deze samen kun je natuurlijk een hele boeket aan bloemen maken. Je kunt het eindeloos een aantal keren herhalen. En dat blijft het doen? Ja, je moet die twee middelste uittrekken en dan even kijken of iedereen het thuis goed kan zien. Hupsakee. Jongen, knap, hè? En je hebt een bloemetje. Dit, in die boeken, in dat boek bijvoorbeeld, kun je het allemaal lezen hoe dat moet. En heb jij niet een hele tijd geleden ook zoiets gemaakt? Een bekertje heb je gevouwen, geloof ik, waar je uit kon drinken. Dat is al een hele tijd geleden, denk ik. Ja, maar ik heb een goed geheugen. Nou, in feite is dat natuurlijk ook al een soort origami geweest. Misschien dat als je in die boeken zoekt, dat je net, ik heb er hier nog een paar. Zelfs echte Japanse zijn erbij, daar staat geen woord Nederlands in. Nee, dat hoeft natuurlijk ook niet als er met plaatjes. Nee, als het maar goed aangegeven staat. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik denk dat ik het nog wel kan. Nou, dan vouw ik straks met jou mee. Ja, okay. In de tussentijd gaan we luisteren naar Lanny in Flap Uit. Ik geloof alleen maar wat ik zie, hoor. Ja, dat zeggen veel mensen, hè. Dat heb je vast wel eens meer gehoord. Zulke mensen geloven dat er niets anders is dan datgene wat je kunt zien, of horen, of voelen. Of wat je met allerlei meetapparaten kunt aantonen. Verder is er niks, zeggen ze. Ook geen God. Maar er zijn ook mensen die het daar helemaal niet mee eens zijn. Die geloven er niks van dat er alleen maar een zichtbare wereld zou zijn. Er is ook een onzichtbare, geestelijke wereld, zeggen ze. En er gebeuren ook bovennatuurlijke dingen die je niet verklaren kunt. Ja, ze zeggen zelfs dat je met die geestelijke onzichtbare wereld in contact kunt komen. Dat proberen ze dan door allerlei oefeningen te doen en heel diep na te denken. Toch moet je daar wel voorzichtig mee zijn, hoor. Niet dat er geen onzichtbare wereld zou zijn, want daarin hebben ze wel gelijk. Maar ze vergeten iets heel belangrijks. En daardoor is het niet zonder gevaar om met die bovennatuurlijke wereld in contact te komen. Ik zal je daar zo nog wat meer van vertellen. Maar eerst gaan we even kijken naar Bas en Barbara. Zeg Bas, ik krijg hem niet aan de gang, hoor, zegt Barbara een beetje ontmoedigd nadat ze een hele tijd tevergeefs heeft geprobeerd de auto te starten. Gisteren een lekke band en nu dit weer. Bas is bezig in zijn tuin, zoals je ziet, met het snoeien van zijn frambozen. Och, zegt hij, het zit hem waarschijnlijk in het weer. Het is nogal vochtig, weet je. En dan wil het wel eens wat moeilijk lukken.
De motor zal wel verzopen zijn. Hoe kan een automotor nou verdrinken? Zegt Barbara, die niet zo erg houdt van zulke ruwe woorden. Nou, zegt Bas, wanneer je je choke gebruikt en je moet door het vochtige weer te lang starten omdat de motor niet meteen aanslaat, dan komt er veel te veel benzine in. En dan doet hij het helemaal niet meer. Dan is hij dus verdronken. Maar wat moet ik nou doen? Vraagt Barbara, die er niet zo heel veel van snapt. Gewoon even wachten, antwoordt Bas. En dan opnieuw proberen, met ingetrapt gaspedaal en zonder choke. Ingewikkeld hoor, verzucht Barbara. Ik hoop niet dat het al te lang duurt, want ik moet nog tanken ook. Als je het dan maar bij de goede benzinepomp doet, plaagt Bas. Ik heet geen Bas, zegt Barbara. Tjonge, als ik daar nog aan denk, aan die keer dat jij voor het eerst moest gaan tanken. Ja, dat was een hele belevenis. Bas had toen net zijn rijbewijs. En ter gelegenheid van de aankoop van een eerste autootje zouden ze een rondritje gaan maken door Nederland. De garage had gezorgd voor een volle benzinetank en vol frisse moed waren ze 's morgens vroeg op pad gegaan. Het ging allemaal prima. Terwijl Barbara de kaart las, snorde het wagentje er lustig op los. Tegen de avond hadden ze bijna alle provincies gehad en het werd tijd om richting huis te gaan. Als we geluk hebben, zijn we misschien nog wel voor donker thuis, zegt Barbara. Rijden in het donker hoeft de eerste keer nou ook weer niet, vind je wel? Ons wagentje heeft zich anders prima gedragen, zegt Bas tevreden. Maar wat betekent dat rode lampje daar, bij dat wijzertje? Vraagt Barbara. Oh, de benzine is bijna op, zegt Bas. We moeten zo gauw mogelijk een benzinestation zien te vinden. Gelukkig blijkt dat niet zo moeilijk te zijn. Binnen een paar minuten komen ze bij een zelfbedieningsstation. Joh, zegt Barbara, terwijl ze naar al die pompen kijkt. Weet je nu wel bij welke pomp je moet wezen? Nou, antwoordt Bas, dat is toch simpel genoeg? We nemen gewoon de goedkoopste. Zo'n rondreis door Nederland is al duur zat. Zo gezegd, zo gedaan. De tank wordt gevuld en het duurt niet lang of ze kunnen aan de laatste kilometers beginnen. Hij loopt weer als een trein, hè? Zegt Bas als ze weer op snelheid zijn. Maar hij heeft het woord trein nog niet gezegd, of het is alsof er plotseling iemand aan de noodrem trekt. Het motortje begint te sputteren en in minder dan geen tijd staat het autootje na een paar laatste stuiptrekkingen stil aan de kant. Dat is me toch ook wat, verbreekt Barbara de stilte. En hij deed het zo goed. Ik snap er ook niks van, bromt Bas. En hij kijkt eens onder de motorkap. Niks te zien, zegt hij tenslotte. We moeten de wegenwacht maar even bellen. Nou, die had al gauw door wat er aan de hand was. Dieselolie getankt, meneer, in plaats van benzine. Dat lust hij niet zo graag. De hele tank moet leeg en alles zal moeten worden schoongemaakt. Dat was natuurlijk een hele tegenvaller. Maar achteraf hebben ze er vaak om moeten lachen. Zoals ook nu weer. Wat was ik toen toch een oliebol, hè, zegt Bas. Ik wist van toeten nog blazen. Maar daardoor ben je toen meteen die cursus gaan volgen bij de ANWB, zegt Barbara. Pech onderweg. Dat is maar goed ook, lacht Bas. Anders had ik nu misschien wel mond-op-mond beademing willen toepassen op dat verzopen motortje. Nee, sinds die cursus kan er niet veel gebeuren of ik weet er wel raad op. Zou dit nu alweer doen? Vraagt Barbara. Vast wel, zegt Bas. Geen choke gebruiken en je gaspedaal helemaal indrukken. Je ziet wel dat je Bas helemaal niets meer hoeft wijs te maken wat auto's betreft. Hij weet er nu alles van. Gisteren bij het wiel verwisselen vergeten de moeren vast te draaien. Ja, daar moet je nou toch wel echt Bas voor heten, hè? Om je wielen niet goed vast te draaien. Of om te denken dat alles wat er uit een benzinepomp komt wel goed zal zijn voor je autootje. Maar goed, we zullen hopen dat hij door schade en schande nog eens wijs zal worden. En nu maar weer terug naar die onzichtbare wereld, hè, waar we het in het begin over hadden.
Er zijn dus mensen die geloven dat er niet alleen een natuurlijke, zichtbare wereld is, maar ook een bovennatuurlijke, geestelijke wereld. En die mensen zeggen dan dat we ons leven daarvoor moeten openzetten. Dan komen we in contact met het goddelijke, het eeuwige. En dan wordt je leven pas echt de moeite waard. Nou, dat klinkt natuurlijk prachtig, hè? Of niet? Maar wist je dat zulke mensen eigenlijk dezelfde fout maken als Bas bij die benzinepomp? Ze denken namelijk dat alles wat er uit die geestelijke wereld vandaan komt, wel goed zal zijn. En dat is een grote vergissing. Want weet je, er zijn twee geestelijke werelden. De geestelijke wereld van het licht en die van de duisternis. Je zou kunnen zeggen dat er twee verdiepingen zijn, waarvan de bovenste licht is en de benedenste donker. En weet je wat nu zo vervelend is? Dat vooral die donkere geestelijke wereld zo'n enorme invloed heeft op de mensen, of ze dat nu willen geloven of niet. Zelf heb je dat vast ook wel eens gemerkt, denk ik. Dat er iets is wat je tegenhoudt om het goede te doen en dat je probeert te duwen in de richting van het verkeerde. En kijk maar eens om je heen. Iedereen weet best wel wat goed is, maar toch gebeuren er ontzettend veel verkeerde dingen. Iedereen wil bijvoorbeeld graag vrede, maar moet je eens kijken hoeveel ruzie er is. Aan de ene kant zijn de mensen geweldig knap en kunnen ze van alles maken. Maar als je ziet hoe de mensen met het leven omspringen, dan zou je soms denken dat ze gek geworden zijn. Alles wat mooi is en goed, zie je voor je ogen steeds meer de vernieling ingaan. Ook bij jezelf, als je niet uitkijkt. Snap jij daar wat van? Nou, als je weet hoe die geestelijke wereld in elkaar zit, dan wel. Kijk, die onderste, donkere verdieping in de geestelijke wereld is het rijk van de vorst van de duisternis, de duivel. Daar praten we meestal niet zo graag over, maar toch moet je er wel wat van weten om het goed te begrijpen. Ik zal je eens laten lezen wat er over hem in de Bijbel staat. Die was een mensenmoorder van de beginnen, dus vanaf het begin, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen. De duivel is dus een leugenaar. Ja, zelfs de vader van de leugen, staat er. Je zou dus kunnen zeggen dat hij de leugen heeft uitgevonden. En hij is ook de mensenmoordenaar vanaf het begin. Dus al zo lang als de mens bestaat, is hij erop uit om het menselijk leven te verknoeien en te vernietigen. Nu snap je natuurlijk wel dat hij niet zomaar mensen kan vermoorden. Gelukkig niet. Daar heeft hij het recht niet toe. Maar hij probeert de mensen wel zover te krijgen dat ze het zelf gaan doen. Bijvoorbeeld door ze te verleiden om dingen te gaan doen die slecht zijn voor de gezondheid of die gevaarlijk zijn. Ook probeert hij de mensen tegen elkaar op te zetten, zodat ze ruzie krijgen en elkaar wel zouden willen vermoorden. Het is maar gelukkig dat er politie is en dat er wetten zijn die de mensen tegenhouden om elkaar het leven te benemen en dingen te doen die het leven in gevaar brengen en verknoeien. Want dat is namelijk de taak van de overheid, om het leven van iedereen te beschermen. Maar de duivel zit niet stil, hoor, vooral tegenwoordig niet. Hij zal alles proberen om door leugen en bedrog zelfs de overheid zo ver te krijgen dat ze de wetten zo gaat veranderen dat het leven steeds minder beschermd gaat worden. De bescherming van het ongeboren leven is er bijna niet meer. De bescherming van het gezin waarin kinderen normaal kunnen opgroeien wordt steeds minder. En waarschijnlijk is dit nog maar het begin. Daarom is het zo nodig dat er steeds meer mensen komen die contact hebben met die bovenste geestelijke wereld, die van het licht. Daar heeft de Heer Jezus het voor het zeggen. En nu moet je maar eens lezen wat die van zichzelf gezegd heeft. Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Dat is precies het tegenovergestelde als wat we net over de duivel gelezen hebben, hè? En dat is nu net wat we hard nodig hebben vandaag. We moeten weten wat de weg is, dus dat we gaan zien hoe we het beste door het leven kunnen gaan. En we moeten duidelijk gaan zien wat echt waar is en wat niet. En het gaat erom dat ons leven niet meer verknoeid zal worden, maar dat het zo zal worden zoals het Gods bedoeling is. Maar nu een moeilijke vraag. Hoe krijg je nu contact met dat koninkrijk van God? Hoe kom je door dat rijk van de duisternis heen? Nou, dat is iets waar de Heere Jezus zelf voor gezorgd heeft.
Hij is vanuit die onzichtbare wereld op de aarde gekomen en is mens geworden. Daar werd hij net zo verleid als wij. Maar de duivel kon helemaal niets met hem beginnen. Maar wat er wel gebeurde, heb je waarschijnlijk ook wel eens gehoord. De duivel heeft de mensen zo ver gekregen dat ze de Heere Jezus hebben vermoord. Toen was de duivel op het toppunt van zijn macht. Maar gelukkig duurde dat niet lang. 3 dagen om precies te zijn. Toen werden de rollen omgedraaid en werd de Heere Jezus de grote overwinnaar. Hij overwon de dood en verbrak daarmee ook de macht van de duivel. Dat is de grootste overwinning geweest die ooit behaald is. En weet je wat nog het allermooiste is? Dat God de mensen niet heeft veroordeeld voor het vermoorden van de Heere Jezus. Maar dat hij ze de kans gaf om onder de invloed van de duivel vandaan te komen. En te kiezen voor de Heere Jezus. Om voortaan onder zijn leiding te gaan leven. En dat is nu nog steeds zo. Het hele rijk van de duivel kan ons dus niet meer tegenhouden om in contact te komen met het koninkrijk van God. Hoe? Door voor de Heere Jezus te kiezen. Dan ontvang je hetzelfde leven als wat de Heere Jezus heeft. En dan sta je onder zijn bescherming. En samen met de Heere Jezus mogen we dan de waarheid aan het licht brengen over de akelige invloed die de duivel in de wereld heeft. Zodat de mensen zullen gaan begrijpen wat er aan de hand is. En ook voor de Heere Jezus zullen gaan kiezen. Maar nu is er nog 1 ding wat je niet moet vergeten. Want anders zou je nog in de war kunnen raken. Ik zal het je even laten lezen. Immers, de Satan zelf, dat is dus de duivel, doet zich voor als een engel des lichts. Er staat hier dus dat hij zich veel beter voordoet dan hij is. Hij zal namelijk altijd proberen te verbergen dat hij erop uit is om mensenlevens te vernielen. Daardoor komt het dat de mensen die buiten de Heer Jezus om contact zoeken met de bovennatuurlijke wereld, niet zo gauw de indruk hebben dat ze in de verkeerde wereld terecht zijn gekomen, in die van de duisternis. De duivel zal er namelijk voor zorgen dat ze plezierige ervaringen hebben. En dat doet hij om te voorkomen dat ze het echte goddelijke leven zullen vinden in de Heere Jezus. Daarom zegt de Heere Jezus ook: ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, tot God, dan door mij. Dus kijk uit voor alles wat bovennatuurlijk is en wat buiten de Heere Jezus omgaat. Waarzeggerij, horoscopen, het aanroepen van overleden heiligen, bovennatuurlijke geneeskunsten en dat soort dingen. Want dan maak je dezelfde fout als Bas. Dan tank je, om zo te zeggen, bij de verkeerde pomp. Je moet kiezen voor de Heere Jezus. Dan heb je al die andere bovennatuurlijke dingen niet nodig. Dan kom je echt met God in contact. Natuurlijk is hier nog veel meer over te vertellen, maar voor vanavond is het wel genoeg, vind je niet? En als je vragen hebt, dan mag je die gerust opsturen. Dan zullen we proberen om daar een goed antwoord op te geven. Hier is dan weer de rebus. Als je de tekeningetjes door woorden vervangt, kijk er goed uit welke letters je moet veranderen, dan krijg je de oplossing. We laten hem even staan, dan heb je alle tijd om het uit te knobbelen. Je weet ook dat iedereen je helpen mag en iedereen mag meedoen. Nou Wim, als je me een papiertje geeft, dan zal ik je laten zien dat bekertje gevouwen. Er zit er nog eentje in. Ja? Ik ben benieuwd. Ik vouw meteen met je mee trouwens. Oké. Vrouwgene. Even kijken. Zo was het geloof ik. Punten naar elkaar. Ik weet het niet meer. Hè? En dan zo. Oh ja, dan begint me iets te dagen. Ja.
dat lijntje recht is, hè? Ja. Dus die ene en punt. En die andere ga je naar die punt doen? Die andere punt eroverheen. Ja, ik begin het. Ja, weet je het weer? Weer te weten, ja. Zo. En dan één papiertje vouw je naar beneden. En dan draai je naar en de om. Andere naar achter. Het is wel jammer dat alle mooie kleurtjes nu verdwenen zijn bijna. Hè? Ja, maar kijk. Ja, bij een bekertje gaat het om wat anders. Nou ja. Zo. Oh ja, dat is heel simpel. Nou, een beetje water erin. Kijken of het echt werkt. Het zou best lekker zijn, want ik heb mijn keel schor gepakt vandaag. Kijk, het lekt niet eens. Nou, lekker voor een dorstige keel. Proost, hè? Het smaakt wel een beetje papierachtig, hè? Ja, maar hij blijft toch droog, hè, van buiten, zie je? Mm-hmm. Hij houdt het een hele tijd vol. Goed, nou, dat was het dan voor vandaag. Tot over 14 dagen.